Diemers genomen, maar Diemers kreeg nu de bal terug. Brengt hem nu met de linkervoet en biedt de tweede bal. Ja! Doelpunt! Schitterend doelpunt! Diemers met de rechtervoet, daar komt de beurtje uit van Diemers. Ja, die gaat erin! Wat een doelpunt! Nee, hij gaat in één keer. Doelpunt! En dan een keer, wat een verrassend shirt is dat van Mark Diemers. Hij kwam via FC Utrecht, Cambuur Leeuwarden en De Graafschap bij Fortuna Sittard terecht. Daarom ontpopte hij zich in 2 jaar tijd tot een ware smaakmaker, iemand waarvoor je naar het stadion komt. Onlangs forceerde hij een toptransfer naar het grote Feyenoord. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Mark Diemers. Mark, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier wil zijn op je vrije dag, want het is druk, begrijp ik. Ja, en momenteel valt het wel mee. De hectiek is een beetje afgelopen natuurlijk, maar ik heb afgelopen maanden wel in een redelijk rollercoaster gezeten natuurlijk. Veel geschreven, veel gezegd. En ik heb natuurlijk thuis ook een kleine man waar ik druk mee ben. Dus, Leo. Hoe gaat het met de kleine man? Ja, met Leo gaat het fantastisch. Gaat heel erg goed. En ik ben super trots op hem, hoe hij alles doet. En het is het leukste en mooiste wat er is. Is hij stiekem opgenoemd naar de grote voetballer Lionel Messi? Nee, je bent al heel degene. Ja, ik denk dat iedereen het al heel veel heeft gevraagd aan me, maar nee, uiteindelijk niet. Mijn vriendin heeft die naam bedacht en alle credits gaan naar haar toe. Ah, kijk aan. We gaan natuurlijk ook hebben over Fortuna. Kun jij ons meenemen naar het moment dat jij benaderd werd door Fortuna om daar te komen voetballen? Ja, dat is nu natuurlijk, ik denk 2,5 jaar geleden of zo. Wat was je reactie? Nou, in eerste instantie was ik niet super enthousiast. Want? Nou, ik had ook interesse van andere ploegen. Ik kon naar Willem II, had ik al een gesprek gehad. Ik kon naar NAC Breda. Daar had ik al een gesprek gehad. En toen kwam Fortuna. En ik wou Fortuna eigenlijk aanhoren, omdat ik wist wel een beetje wat de plannen van de club waren. Had ik al wel een beetje gehoord. Sjoerd Arts voetbalde ik natuurlijk bij De Graafschap mee. Die had me wat dingen verteld. Dus ik wilde dat wel aanhoren in ieder geval. Ja, toen heb ik een gesprek met Kevin Hofland gehad in Eindhoven. Dat beviel me eigenlijk zo goed en ik had gelijk een klik met Kevin. En waardoor ik dacht van, hier ga ik wel echt serieus over nadenken. En ja, de rest is geschiedenis. Je komt dan als Fries bij een Limburgse club terecht. Had je lang nodig om te acclimatiseren? Nee, niet per se. Ik heb natuurlijk ook meerdere plekken in het land gevoetbald. En elk stuk van het land heeft zijn eigen charme. En ik moet zeggen, ik heb uiteindelijk een fantastische 2 jaar in Limburg gehad. Mijn zoontje is hier geboren. Ik heb heel fijn in Brunsum gewoond. Ik heb vrienden ontmoet hier voor het leven, denk ik. En ik heb een prachtige periode gehad. Dus ik ben uiteindelijk heel erg blij dat ik hier uiteindelijk voor heb gekozen. Je komt dan bij Fortuna Sittard terecht, een club die 16 jaar geen Eredivisie heeft gevoetbald. Je bent bij FC Utrecht wel wat anders gewend geweest. Qua professionaliteit in de organisatie, waren er sporen zichtbaar bij dat Fortuna een jaar geleden? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik daar ook niet om hoef te liegen. Ik denk dat ik daar ook al genoeg over heb gezegd. Er waren wel bepaalde voorwaarden waar ik me wel aan heb gestoord. Ik denk meerdere mensen met mij. Maar uiteindelijk hadden we denk ik altijd wel de staf die heel erg goed de boel managede. En er waren heel veel spelers die daar goed mee om konden gaan. Dus uiteindelijk heeft dat ons niet gehinderd. Maar uiteindelijk, voor mij als voetballer, en ik ben redelijk perfectionistisch, was dat soms best wel moeilijk voor mij. Daar heb ik me ook meerdere keren over uitgelaten. Daar was niet iedereen tevreden mee. Maar goed, er is genoeg over gezegd, denk ik. En uiteindelijk ben ik dankbaar dat ik hier de kans heb gekregen en de kans heb gepakt. Ja. Met wie, je komt dan in die selectie terecht. Met wie had je meteen een klik? Meteen heb je niet, ik denk niet meteen met iemand een klik. Dat groeit een beetje. Ik denk naarmate de voorbereiding vorderde, gingen wij op trainingskamp naar Hoendelo. Ja, daar leerde je eigenlijk, kom je steeds dichter bij mensen. Ja goed, het is natuurlijk geen geheim dat ik met Bo Breukers heel erg goed bevriend ben. Maar ook Wessel Dammers heb ik een hele goede relatie mee opgebouwd. Mika Pinto is een van mijn beste vrienden. Dat zijn wel drie jongens die ik uiteindelijk aan mijn Fortuna-periode, waar ik heel erg fijn aan terugdenk. Nou ja, Jorrit Smeets heb ik natuurlijk ook altijd wel een goede band mee gehad. Clint Essers, Shirani in die tijd nog. Ja, gewoon allemaal leuke jongens. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die jongens heb leren kennen. Ja, we hebben het wel eens vaker over Mika Pinto gehad. Je komt in een selectie met heel veel verschillende nationaliteiten. En dan is Mika bepaald handig. Ja, ik denk dat de rol van Mika eigenlijk door de Fortuna supporters, maar ook door de mensen van bovenaf heel erg onderschat is. Ik denk dat Mika, buiten Mika's voetbalkwaliteiten, waar ik denk dat Mika een hele goede linksback is. En dat komt niet omdat ik een vriend van hem ben, maar ik denk dat ik niet met veel betere linksbacks dan Mika heb gespeeld. Voetballend gezien zeker.
Is hij heel erg belangrijk in het proces in het team. Hij is heel duidelijk. Als Mika iets zegt, luistert de rest. Hij heeft iets over zich. Ja, ik had het toevallig al een week geleden met hem erover toen ik bij hem thuis was. Hij heeft iets over zich wat die andere jongens laat luisteren of zo. Het is heel bijzonder iets. Ik heb er nog niet veel bij spelers meegemaakt. De verschillende talen die hij spreekt? Ja, dat ook. Dat is ook een bijkomend voordeel natuurlijk. En dat is ook makkelijk, zeker in de selectie waarin wij hadden. En hij valt natuurlijk, dat tweede jaar dat jij bij Fortuna hebt gezeten, valt hij weg. Gaat hij naar Sparta. Ja. Is dat misschien ook wel een belangrijke reden geweest waardoor het af en toe wat minder frivool uitzag dan een jaar geleden? Ja, ook. Hij was natuurlijk heel belangrijk in het voetbal wat wij deden. Ook het combinatiespel, maar ook vooral wat ik zei in het menselijke aspect. Hij kon met bepaalde jongens kon die echt wel raken. Bepaalde jongens die toch heel veel moeite hebben gehad toen Mika wegging. Ik denk dat Mika die rol heel erg onderschat is. Als je terugkijkt op je 2 jaar bij Fortuna Sittard, hoe heb je die beleefd? Ja, fantastisch natuurlijk. Ik had nooit durven dromen dat het zo goed zou uitpakken. Natuurlijk had ik de gedachte van ik ga hier naartoe en ik ga hier een jaar spelen en dan maak ik een stap. Dan kon na een jaar natuurlijk kon ik al weg. Waar kon je naartoe? Ja, ik kon naar Roemenië toe. Naar Cluj kon ik toe. Die hadden een deal met de club en ik stond daar zelf niet heel positief tegenover. Na een paar gesprekken met Cluj zelf heb ik uiteindelijk besloten om het niet te doen. Nou, daar was ik uiteindelijk blij mee, want mijn vriendin werd een maand later zwanger. Dus anders had ik in Roemenië gezeten. Niet dat het een ramp is, maar het is toch fijner om hier dichter bij je familie te zitten. En bij je vrienden. Dus uiteindelijk ben ik blij dat ik het niet heb gedaan. Maar goed, dat was mijn eerste jaar. En mijn eerste jaar beviel eigenlijk heel goed. Ja, toen was eigenlijk de vraag van, ja, kan ik het nog beter in een tweede jaar doen? Nou, ik denk dat ik uiteindelijk nog een beter tweede jaar heb gehad dan mijn eerste jaar. Nog stabieler heb gespeeld. En me nog meer in de kijker heb gespeeld van andere clubs. Ja, en uiteindelijk ga ik een transfer naar Feyenoord maken. Wat natuurlijk heel bijzonder is vanaf Fortuna, zo'n grote transfer maken. En dat is voor mij wel heel bijzonder. Zijn naam is snel genoemd, Kevin Hofland. Hij staat komend seizoen voor het eerst als echte hoofdtrainer voor die groep. Schuilt er een echte toptrainer in hem volgens jou? Ja, ik denk dat Kevin wel een hele goede trainer is. Maar ik denk dat Christophe Albrecht bijvoorbeeld ook een heel belangrijke pion is. Bij Kevin, die de tekortkomingen van Kevin weer toevoegt. En daarin heb je Sjors Ulte natuurlijk, wat ook een hele goede trainer is. Dus ik denk dat het, ja, die gouden driehoek eigenlijk van Fortuna. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die gasten daar zitten. Ik denk eerlijk gezegd, als die gasten er niet zaten afgelopen seizoen, dat het niet zo was gelopen als het er nu is gelopen. Hoe zul jij je Fortuna altijd blijven herinneren? Nou ja, mijn periode hier als heel positief natuurlijk. Wat ik zeg, ik heb hier privé een fijne periode gehad, maar voetballend een nog betere periode. Ja, ik zal het altijd als een hele, als iets bijzonders zien. En ik zal hier altijd met plezier terugkomen. Hè, ondanks dat ik ook veel botsingen heb gehad hier en daar met mensen binnen de club. Maar dat kwam eigenlijk alleen maar voort uit dat ik het maximale van mezelf eis, maar ook van de mensen binnen de club. En dat liet nog wel eens te wensen over. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n botsing? Nou, niet per se, maar ik heb natuurlijk een onderdeel met het veld gehad. Dat ik het veld niet tevreden was over het veld. Dat kon niet, omdat ik daar mensen... Ging het dan over het grasveld in Geleen of het kunstgrasveld? Nee, eigenlijk alles wel. Uiteindelijk wel het veld in het stadion bijvoorbeeld, waar ik dan wel genoeg over heb gezegd. Ja, daar wilde ik niemand mee beschadigen of wat dan ook. Alleen dat is gewoon iets omdat ik gewoon wil dat het heel goed met Fortuna gaat. En we heel goed voetbal spelen. En dat gaat nou eenmaal niet op een knollentuin. Dus ja. Ik had zoiets van, ik moet daar wat van zeggen op dat moment. Nadat ik dat intern had aangegeven. En ik heb dat helemaal goed bedoeld. En ik heb nooit dat geprobeerd om Fortuna of wat dan ook of mensen te kwetsen binnen de club. Ik wil helemaal het maximale eruit halen. En ik gun Fortuna echt het allerbeste. En ik hoop dat ze het volgend jaar ook heel erg goed gaan doen. Ja, mooi. Je ziet hier een iPad liggen. Voordat je op play drukt... Ah, wat is dit? Mag je ons even uitleggen wanneer dat jij die knoop hebt door moeten hakken om te kiezen voor een voetbalcarrière in plaats van een zangcarrière? Daar heb ik lang over nagedacht. Ja, goed. Zullen we even kijken anders? Als je meerdere dingen kan. Ach, jongen, ja. Ja, dat is... Ik denk dat er niemand in de selecties er beter kan zingen als ik dat kan. Ja, een glas helder uithaal. Ja. Ja, ik ben blij dat het ook zo weer voorbij is, dit liedje. Ja, nee, dat is wel leuk. Leuk met die... Dat vind ik leg even uit wat hier gaande is, wie dit zijn, waar je daar bent. Nee, gelukkig Jorrit natuurlijk. En wij gingen wel eens naar Skybox 24 toe. Daar was dan Kai Salvino, die werkte binnen de club.
En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukste dingen. Dat ik ook heel leuk contact had met mensen binnen de club die vaak wel een beetje ondergewaardeerd zijn, zeg maar. Henk is daar ook iemand van, die werkt ook binnen de club. Ronald Ronke had ik uiteindelijk goed contact mee. En Kai Salvino ook, die ook heel veel voor de club deed. Vind ik wel vaak leuk om daar met die gasten contact te hebben. Die waren ook altijd bij onze lunch aanwezig. Dat was gewoon heel leuk dat dat allemaal gewoon leuk samen kon. En daar hecht ik wel veel waarde aan. Leek er een hele tijd op dat je eigenlijk gewoon naar FC Groningen zou gaan. Toen kwam er Feyenoord. Kan je het proces een keer schetsen? Ja, ik ben in vroegtijdig stadium al benaderd door Groningen. Toen heb ik een gesprek gehad met Marc-Jan Flederis en met Danny Buijs. Daarna hebben ze mij een presentatie gegeven hoe mijn rol in Groningen zou zijn, hoe ze mij zien als speler. Nou, dat was super positief en ik was ook heel positief over Groningen, ben ik nog steeds. Alleen... Ja, en nu voetbalt er een hele grote Arjen Robben. Ja, zeker, maar daar heb ik ook nog contact mee gehad. Die heeft me nog gefacetimed en nog gebeld, dus dat is wel heel erg leuk geweest. Ja, zeker. Die heeft me nog gefacetimed een paar weken geleden om naar Groningen te komen, omdat ik wist al een tijdje dat hij naar Groningen zou komen. Dus dat heeft me nog wel even doen twijfelen, maar uiteindelijk zou het hypocriet zijn om alleen voor Arjen Robben naartoe te komen. En misschien, ik hoop het niet voor hem, want ik gun hem het allerbeste. Maar stel dat hij over 2 weken geblesseerd raakt, dat ik voor Groningen heb gekozen. Hij heet niet voor niets de man van klas, hè? Ja, uiteindelijk wel, maar ik denk dat hij het fantastisch gaat doen en ik denk dat het echt een voetbalprof is. En ik denk, ik had het fantastisch gevonden om met hem te voetballen, zo'n droom zijn die uit is gekomen. Alleen, goed, Feyenoord is hetzelfde, dus wat dat betreft... Denk ik dat mijn keuze van Feyenoord wel begrijpelijk is. Absoluut. Ik begrijp ook de troef van FC Groningen. Dan teken je bij Feyenoord. Wat gaat er dan door je heen? Ja, eigenlijk moet ik dan nog iets verder terug. Feyenoord meldde zich 2 weken precies voordat ik tekende. En toen werd ik 's ochtends gebeld door John de Wolf. En die vroeg aan mij hoe ver ik met Groningen was. En of ik interesse had om bij Feyenoord te voetballen, omdat de technische staf mij heel erg graag wilde hebben, al een tijdje. Dat wist ik ook al wel een tijd dat de trainer Dick Advocaat heel gecharmeerd van mij was. Ook John de Wolf was heel erg gecharmeerd van mij. En Corpot, de andere assistent trouwens ook. Dus dat was gewoon heel erg leuk om te horen allereerst. Dat was best wel heel eervol, zeg maar, om dat te horen. Dus toen dacht ik van, nou, dat lijkt me mooi. Ja, toen heb ik eigenlijk vrij snel een gesprek. Ben ik er financieel snel uitgekomen met Feyenoord. Toen hebben wij een gesprek gehad en toen zijn de clubs eruit gekomen. En dat ging eigenlijk heel erg snel in een stroomversnelling. En eigenlijk leef je dan in een soort van, in een soort rollercoaster of zo. En heb je nog niet alles door. Ja, zelfs nu nog niet. Kijk, ik heb nu natuurlijk voor Feyenoord getekend, dat maakt me heel erg trots. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel gretig om daar te laten zien wat ik kan. En is het voor mij nog niet, ik heb een Feyenoord getekend, ik heb het gemaakt en nu stop ik. Nee, voor mij maakt het eigenlijk alleen nog maar gretiger om te kunnen bewijzen dat ik dat ook aan kan. Tenminste, dat denk ik zelf. En dat moet natuurlijk blijken in de praktijk. Alleen, ik ga daar alles aan doen om echt alles aan mijn inzet en motivatie zal het niet liggen. Jij kent geen Kuipvrees? Ja, dat moeten we straks zien, maar daar ga ik niet vanuit. Ik heb geen idee. Ik ga in ieder geval, ik heb natuurlijk vaker in de Kuip gespeeld. Dus het is niet de eerste keer dat ik in de Kuip speel. Maar je weet ook hoe je dan moet scoren. Ook dat, ja, gelukkig. Nu nog in dat andere shirt? Ja, nou ja, goed, ik ga ervan uit dat mij ook gaat lukken. Tenminste, ik ga er alles aan doen en ik wil vooraf niet de grote praatjes hebben dat ik het daar ga maken. Ik probeer gewoon het te laten zien en wat ik zeg, aan mijn inzet en motivatie gaat niet liggen. En ik denk uiteindelijk dat ik ook de kwaliteit heb. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Maar het gevoel dat overheerst bij zo'n toptransfer voor jou is? Trots, ja. Kijk, weet je, het is... Ik heb natuurlijk niet alleen deze 2 jaar bij Fortuna daar hard voor moeten werken, ook die jaren daarvoor. Ik ben natuurlijk via Utrecht, wat je net aangaf, en uiteindelijk een jaartje Cambuur gehad. De Graafschap heb ik gehad. Het zijn allemaal wat relatief kleinere clubs. En daar heb ik zo hard moeten werken om uiteindelijk daar uit te blinken, ook weer bij Fortuna. En uiteindelijk maak je dan zo'n transfer naar Feyenoord. En dat maakt me vooral trots dat ik dan heel hard daarvoor heb moeten werken. En dat niet mij is aankomen waaien. En dat maakt me eigenlijk het meeste trots. Ja, er zijn nog wat meer mensen trots op jou. En dat willen we je ook graag even laten zien. Hey lieverd, ten eerste wil ik zeggen dat ik super, 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 super trots op je ben. De grote stap die je nu gaat maken, heb je eigenlijk je hele leven super hard voor gewerkt. We hebben super leuke avonturen de afgelopen jaren al meegemaakt samen. En nu gaan we ons volgende grote avontuur aan. Nu weer lekker met z'n drietjes en onze kleine man. Ik hou heel veel van je en voor altijd. Diebers Pik, ik wil je van harte feliciteren met deze geweldige stap.
Je hebt er zelf keihard voor gewerkt en je hebt het ook zeker dik verdiend. Ik denk dat je geduld aardig op de proef is gesteld. Maar dat het ook heel mooi beloond wordt. Verder voor jou, Daphne en Leo, wil ik jullie heel veel geluk en succes wensen in deze fantastische stad. Ik hoop dat jullie er een hele mooie tijd gaan hebben, zowel privé gezien als sportief gezien. Verder zou ik je nog wel adviseren om nog even een lesje Rotterdam te krijgen, want met dat Friese accent kan je natuurlijk niet aankomen in deze stad. Nee, een grapje. Ik wens jou sportief gezien heel veel succes en samen met Daf en Leo onwijs veel geluk toe en we spreken elkaar snel. Ciao, ciao. Hey vriend, Jordi hier. Ja, de afgelopen weken hebben we natuurlijk veel over gehad met elkaar. Van Fortuna naar Feyenoord, een hartstikke mooie stap, een hele grote stap. Maar ik denk dat jij de afgelopen jaren hebt laten zien dat je gewoon ontzettend goed kan voetballen en het niveau aan kan. En ik wil je even zeggen dat ik hartstikke trots op je ben. Dat je het ontzettend goed doet. En ik wens je heel veel succes daar, maat. Ik had het niet gedacht, zeg je eerlijk. Ik weet dat jij het wel had gedacht, maar dat mag ook allemaal geen reden. Je gaat gewoon naar Feyenoord, maat. En ik ben echt onwijs blij voor je, onwijs trots op je. Ik ga je wel missen hier in Sittard, maat. Al die... Die 600 keer uit eten wat we doen met z'n tweeën, maar dat komt wel goed. Ik weet zeker dat wij vrienden voor het leven zijn en nu lekker in Rotterdam kunnen gaan uiteten. In ieder geval die groetjes maar aan iedereen daar en hopelijk zie ik je snel. Leuk man. Ja, wat doet dit met je? Ja, dat is natuurlijk leuk. Dat zijn gewoon mensen waar je van houdt en zo. En dat is toch bijzonder dat die natuurlijk heel erg gunnen. En die hele mooie boodschappen voor je hebben, dus dat doet me goed. We zijn natuurlijk ook Wessel Dammers, die voetbalt nu bij FC Groningen. Ja, we hadden het er net over, die had jou ook wel graag naar Groningen zien komen. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk al die tijd met Wessel heel veel contact gehad. Onze vrouwen gaan heel goed samen. Dat is superleuk. En ik ben heel vaak bij Wessel best wel langs geweest, de afgelopen periode ook met Bo erbij. En we hebben natuurlijk heel vaak over Groningen gehad en het wilde maar niet rondkomen. Dus we hebben daar echt... oneindig veel over gehad en dat ze ook wel eens tegen mij zeiden van jongen, blijf rustig, het komt allemaal wel goed. En ik was er niet zo gerust op. Nou, uiteindelijk is natuurlijk nog iets anders langsgekomen wat nog mooier voor mij was. Dus uiteindelijk ben ik rustiger onder alles gebleven en daar ben ik blij om. Maar Wessel had me natuurlijk graag in Groningen gezien, alleen wie weet gaan we ooit weer samen spelen, ik hoop het. Ja, en tot die tijd ga je eerst naar Feyenoord en daar willen we je heel veel succes mee wensen. Tot slot, wat is de mooiste club van Nederland? Feyenoord. Dankjewel, Mark. Alsjeblieft. Ik ga verder met mooie doelpunten maken. Succes daar. Dankjewel.